Wie regelmatig op de borden met reisinformatie kijkt, zal het al zijn opgevallen. Door een staking is het maandag niet mogelijk om voor 7 uur in de ochtend met het OV te reizen. Er wordt dan geprotesteerd tegen een verhoging van de pensioenleeftijd. Vroeger kon ik stoppen met mijn 60ste en dan ging ik met 65 met pensioen. Maar dat is nu al tot mijn 70ste dat ik door sowieso fulltime moet doorwerken. Nou, volgens mij is het niet te doen. Met allerlei diensten, vroege diensten. Dagdiensten, nachtdiensten eventueel. Daarom is er gekozen voor een staking tussen 6 uur en 6 over 7. 66 minuten lang dus, net als de door de vakbonden gewenste pensioenleeftijd. Afgelopen november zijn de overleggen vastgelopen. En we voelen ons wat dat betreft behoorlijk in de maling genomen door het kabinet. Nou is het voor de reiziger niet zo fijn. Nee, dat klopt. Maar in dit geval is het ook voor de reiziger. Want ook de reiziger is een persoon die ooit met pensioen gaat. En een rechtvaardig pensioen wil. En ik ben ook blij met deze oplossing, want het is 66 minuten. Dat zou betekenen dus dat we 6 over 7 weer gaan rijden. En dan kunnen we toch de helft van de ochtendspits, de mensen die naar hun werk moeten, toch nog vervoeren. Alleen ja, ze zouden iets later op hun werk komen. Naast het GVB legt ook het personeel van de NS en de streekvervoerders het werk neer. Richard hoopt dat het effect heeft. Echt, het hele openbaar vervoer in heel Nederland doet mee aan die 66 minuten. En ik hoop dat het hierbij blijft. Maar ja, ik schuw niet om eventueel de acties uit te breiden.